Hele goede morgen. Het is vandaag een speciale dag. Geen TCB-evenement, maar een Alcar-evenement. We staan bij QC Autologistiek, mijn werkgever. Maar we hebben vandaag de TikTok-tourrit. Dus dat houdt in dat we eigenlijk vanwege TikTok heb ik een meeting georganiseerd. Dus ik heb een rit uitgezet hier in Zeeland. En vandaag gaan we die rijden. We hebben ook de aanhanger van TCB neergezet. Daar kan je koffie pakken. Dus de mensen kunnen lekker een bakje koffie of thee pakken. En een koekje. Waarom, Damien? Hallo! Ja, die hebben we wel. Hey, Pikkerbaas. Waar zijn we? Op jouw werk. Ja. In Vlissingen. En wie staat er achter je? Waar moeten we zijn dan? Nou, hier. Gijs. Die is eerder op beeld geweest. Ja, die is eerder op beeld geweest. En hij is ook heel bekend. Nee, zij. Hij is niet zo bekend. Oh, nee. Zij. Ik maak hem aan. Hoi. Heb jij nou je haar geverfd? Ja, het is nou geel. Oké, dan hebben we dan Mike. Ik heb hier geen energie. Dan ben je achter, we lopen de hoogte. Die man werkt bij Lidl, dat tezijde. Dat is Mies, dat is de oppas voor de kleine. Terwijl ze niet bij de kleine is, een auto. Deze man die heeft filmpjes van de Starlet. Goedemorgen Frank. Morgen. Wat is eigenlijk jouw terrein, hè, waar we op staan? Ja, klopt ja. Ja, dat is mijn werkgever. Zoals je kan zien, er staan al een aantal wat auto's. We hadden er 40 verwacht, dit zijn er geen 40. Er zijn ook gisteren wat afmeldingen geweest. Dat gebeurt natuurlijk altijd helaas. Privé omstandigheden van de mensen, ze hebben allemaal netjes afgebeld. Maar dan zorgden we ervoor dat de groep wat kleiner is geworden. Dus we hebben daar sowieso mooie auto's wegstaan. Natuurlijk de auto van SME, daar ga ik sowieso heel veel mensen over horen. Hier hebben we nog een aantal autootjes staan, er staat echt leuk spul tussen, weet je, die ST. Sowieso die Audi die er staat is hartstikke leuk. Ik ga even niet voorbij deze jongen lopen die foto's aan het maken is. En wat ook heel leuk is, je ziet de T20 bijna nooit meer eigenlijk. Maar er staat er vandaag een. Op mijn eigen evenement van TCB komen ze niet meer. Maar nu staan ze er. Nee, ze zijn helemaal niet kut voor me. Ik vind het hartstikke leuk. Maar er zijn meer Toyota's, hè? Want er staat er daar ook nog eentje. Een dikke Corolla. Maar goed, ik denk dat we iedereen gaan laten instappen en dan gaan we rijden. Althans, ik ga nou even snel plassen. Mag dat, Damien? Ik moet wel even credits naar jou toe geven. Jij bent hier gisteravond al hier naartoe gekomen om alles te helpen. Ja, ik ga even lekker naar het toilet. Moet je doen. Maar ik ga niet zitten, want anders zijn we zeker te laat. Want het is 11 uur en eigenlijk moeten we rijden. Ik ga de kleine in de auto zetten. Is goed, zou jij de kleine van zijn auto willen zetten, dan gaan we lekker rijden. Gaan we lekker turen. Gaan we lekker turen. Zo, waar staan we? Ja, Westkapelle, hè. De vuurtoren. Ik bedoel, de vuurtoren. Niet jij. Ah, oh shit. Ik heb ook licht, nee. Ja. In donker. Of, heb je ook je aders gebleekt zo met zo'n randje? Er staan hier echt hele dikke auto's. Nee, kijk eens jongens. Alles staat een beetje op. Er zijn wel mensen die zijn of verkeerd gereden volgens mij. Er zijn er nog een paar onderweg. Nou, kan gebeuren, weet je. Of ik het routepunt verkeerd heb ingesteld of dat hun verkeerd hebben gereden, weet ik niet. Maar ze hebben het wel allemaal gevonden. Dus ze komen er zo aan. Wat is er allemaal nog meer te vertellen hier? Eigenlijk niet zoveel. Eigenlijk hier niet zoveel te vertellen, ja. De kleine krijgt even eten in de Lexus. Die rijdt vandaag mee met Damien in de Lexus. Want achter in de Celica met een maxi cozy of een stoeltje, dat schiet niet op. Nou, we gaan verder hoor. Even iedereen laten opstellen. Oké, volgende punt. Plompe toren. Een toren, daar kan je naar boven. Jongens, ga mee. Oh, ze komen toch wel. Nou, vooruit dan. Hebben ze die toren op slot gedaan? Ja. Wie hebt er hier goede schoenen om te beuken? Ik heb niet. Ik heb op die
Doe jij het even? Je moet harder douwen, kut! Nee, de deur is dicht, zeggen ze. Douwen is niet hard genoeg. Jezus, wat een volk. Ik ga... Dat zijn vrienden wel tevreden. Ik hou het voortaan gewoon lekker bij mijn Toyota clubje. Ik vind het best. Hallo, schaaien mensen! Hallo, Damon! Hallo! Hallo! En wat is jouw probleem? Stel jezelf even voor. Dat ik 6 kilo ben afgevallen van die trap. Stel jezelf even voor. Moeten we helpen? Ik ben Damien. Ja? Ik ben 22. Ja. Ik ben back af. Kijk dat boek! Wajo! 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 Kijk dat boek gaan! Kijk hem gaan! Jongens, dan gaan we rijden. Ik ga mijn auto ervoor zetten. Joe, wat? Joe! Ik zie je zo weer! Doei! Prima! Nou, we hebben weer zo'n plekje hoor. Ja, jij kent dit ook nog van vorig jaar. En misschien zullen mensen... Oh, trouwens, we gaan niet over dat plekje hebben. Kijk wat ze hebben. Ze hebben echt een ideaal stoeltje. Kijk, het is Esme. Ja. Is dat Esme Denters? Nou, ik kan ook heel goed zingen. Doe maar. Ik ga zwemmen. Het is 2022. 22 mei. Het is... Oh, wachten. Het is wel een mooie dag. Maar goed, wat ik dus wou zeggen, ik ga even mooi op deze steentjes aan. Maar we staan op een punt. Hier waren we vorig jaar ook met de TCB-rit. In Zonnemeren. Maar toen kwamen we daar met alle auto's aanrijden. Stond de aanhanger hier zo. Was net nog in de coronaperiode. Is goed gegaan. We hebben zelfs complimenten gehad van de politie dat we het coronaproef hadden aangepakt. Gelukkig kwam die agent niet 10 minuten later, maar dat tezijde. Maar we kwamen er aanrijden en dan moet ik het zo zeggen. En dan reden de mensen hier naartoe voor de foto's, gingen ze daar parkeren. Er stonden daar 60 auto's. Ah. En nu hebben we er wat minder, maar... Hey, trouwens, hoi! Hey. Ja, dat is het niveau van vandaag. Maar goed. Pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. En als je afvraagt hoe ik dat doe, ik kan niet bij mijn pedaal. Hey, nu kan ik wel bij mijn pedaal. Hey! Dat is ook Zeeland. Een brug die open staat. Ja goed, kunnen we wel even met z'n allen een mooie foto maken. Ga eens even een rondje kijken hoor. Ik heb trouwens niet eens allemaal verteld wat we hebben natuurlijk. Een dikke Kia of Rota. Die vind ik echt wel een van de dikste die er staat. Want dan kan je twisten van allemaal rijden. Dik ding hè dit. Dit was een dik ding. Wat ben je? Ik ben dik. Ah. Nou, ik denk dat ik het van jou win hoor. Wat vind je dat toe? Helemaal top. Mooi man. Is toch leuk? En jij? Helemaal top. Oh, waar rij jij? Ik rij Celica. Ja. Als je het doet, moet je het goed doen. Ja, dat zijn echte mannen. Hé, de brug is dicht. Of open. Moet je het ook wel willen creëren. Daar gaan we weer. Even kijken of die in zijn vrij staat hoor. Zal die in zijn vrij staan? Ja, nu weet ik het zeker. Hop. Nou, Damien. Ja, Freek. Dit is dan weer het eindpunt. Het is ook weer een heel bekend punt. Ja, het is ook weer een heel bekend punt, ja. Toen voor ik ook gestaan. Maar ik weet normaal in de zomer dat het hier druk is. Maar rond dit tijdstip zwakt het meestal al gauw af. Ga jij weg? Ik weet nog niet of je weet. Ik denk het wel, misschien. Ik hoop het. Waarom? Ben ik zo vervelend? Nee, eigenlijk niet. Waarom ga je weg? Ik vind het helemaal niet leuk. Dan ga ik met je mee. Geef die hand eens. Geef die hand. Nee. Niet. Hand zo. Ja, dit kan ik toch niet? Jawel. Het doet zelf focussen. Vertel wat. Doe je ding. Ik zie je bij de McDonald's. Die dikzak gaat altijd naar de McDonald's. Kijk die buik. Ik ben helemaal niet dik. Ik heb al navelpluis. Heb jij ook al last van navelpluis? Ja. Ja, hij ook. Kijk wel eens schijnen. Oh, ja. Kijk, en nu weet je tenminste dat hij dit vervolgens krijgt, want zij staat erop. Ik doe net alsof ik een of andere Chantal Jansen ben. Ik ben knapper. Dat is zeer zeker waar. Nee, wij gaan naar de Burger King en dan gaan we nog dikker worden. Kijkers, hè.
kijkers? Ja, je moet tegen de kijkers vertellen waar we toe gaan. Wij gaan naar de Burger King en dan gaan we nog dikker worden. Enthousiaster. Zo, nog dikker. Gaan we een food baby creëren. Ik kom in de winter. Enthousiaster, kom op. Nog dikker. Ja. Ik probeer gewoon mijn lichaam te onderhouden. Ja, dat is. Je bent gewoon bezig. Ja, bijna meer. Nu voel ik me een keer hoe Jessica zich voelde toen ze zwanger was. Wou ook iedereen zo voelen. Het is zwaar hè, om die titel te hebben. Ja. Dat is groter dan voor mij. Je bekend? Nee, ik heb niet eens YouTube. YouTube? Doen. Bij jouw touw. Maar waarom is er zus hier? Hey, Damien. Dat is mode. Hi. Waarom? Dat is mode. OCD hè. Misschien moet ik nog erger in. Ik heb mijn auto ook hè. Ja, maar dat kan niet. Daily paper daar en daily paper daar. Nee, dat is toch ook niet goed? Ja. Ik snap er echt helemaal niks meer van. Ik ben even kapot. Als je er alles twee eraf had, is het niks meer waard. Ja, klopt. Dan heb ik er nog vijf liggen. Hey. Nou, jullie worden er allemaal niet knapper op. Kerst is er. Hey! En jij? Hoi, Hoi, yo! Hoi, yo! Jongens, dag ging rap. Het is alweer het einde van de dag. Editie 2022 is klaar. Gaan we er nog een editie aan plakken? Ja. Dit jaar nog? Wellicht. Wellicht, ja. Dan gaan we proberen. Ja, we gaan proberen. Ga ik zo'n kut YouTuber spelen? Helemaal like en abonneren. Maar ja goed, je weet hoe dat werkt. En als je denkt, dit is zo'n kut video, dan zou ik zeker niet abonneren. En zeker niet het belletje inklikken. Want dan krijg je nog zo'n melding ook. Oh. En hierna komt een endcard, kan je doorklikken op andere kut video's. Kijk, dat is het. En volg haar even op TikTok en Instagram en koop haar sokken, weet ik veel. Ze verkoopt haar sokken, gedragen sokken, echt waar. Ja. Die kan je kopen, hoeveel kostte die? Ja, verschilt een beetje. Verschilt een beetje, ja. Het ligt eraan hoe lang je ze aan hebt gehad. Koop die sokken, weet ik veel. Ze smaken goed, het zal wel. Tot de volgende keer.